De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Ook vanmiddag mag ik u met deze paasgroet allemaal hartelijk welkom heten in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee G.J. Post, predikant in Nieuwpoort. Er zijn 3 schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Romeinen 6, vers 1 tot met 11. De tweede schriftlezing is uit Filippenzen 3, vers 1 tot en met 14. De derde schriftlezing is uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3. Het thema van deze dienst is de kracht van Christus' opstanding. Mededelingen namens de kerkenraad. Vandaag op deze diaconale zondag is de eerste collecte bestemd voor Stichting Inloophuis de Zevensprong. Dit inloophuis is centraal gelegen op de markt en is open voor iedereen die aanspraak, gezelligheid of een luisterend oor zoekt. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, met name kerken Israël. En de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. Wij gaan nu uit Weerklank 2 liederen zingen. Van lied 166 de verzen 1, 2 en 3. Van lied 171 de verzen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. Thank you.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De eerste psalm in deze dienst is psalm 105, vers 1. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren, doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan. En wat er verder volgt, psalm 101, vers 1. 105, vers 1. Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord daarop wordt gezongen uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Dus gezang 5, vers 3. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het vlees van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen.
Er zijn drie schriftlezingen. We lezen allereerst uit Romeinen 6, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 6, vers 1 tot en met 11. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weten we niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. En dan vervolgen we met Filippenzen 3. Vers 1 tot en met 14. Verder, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeer. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag gewinnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. En dan lezen we tenslotte nog een paar versen aan het begin van Colossenzen 3. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Tot zover de schriftlezingen. De tekst voor de preek vindt u in Filippenzen 3, vers 10
vers 10a. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Het is vandaag een soort themapreek over de betekenis van de kracht van Christus opstanding. We zetten de preek wel in de context van Filippenzen, maar ook in de context van heel het Nieuwe Testament. Wat betekent dat nou? Wat is dat nou? De kracht van Christus opstanding. Hoe werkt dat? Waaruit blijkt dat hij werkt? Zullen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed? Laten we bidden. Grote en heerlijk God in de hemel, u brengt ons weer samen in uw huis rond uw woord. Uw woord waarvan u zelf zegt dat het een kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. U brengt ons samen, Heere, en u verbindt ons weer samen aan het woord wat hier open mag liggen. Ook als ze thuis deze dienst mogen meeluisteren en meekijken. Rond datzelfde woord van leven. En daar moeten wij het van hebben. Van uzelf, Heere Jezus Christus, het vlees geworden woord. Uzelf, de opgestane levensvorst. Wat is het groot dat we op deze eerste dag van de week, op deze eerste paasdag, ook mogen gedenken dat u bent opgestaan uit de dood. En dat met uw opstanding het nieuwe leven aanbrak. Het leven door uw dood bereid. Het leven dat nooit sterft. En u laat het zien, Heere Jezus Christus, in uw woord. Velen getuigen ervan. En zo weten we het zeker. Dat u de dood hebt overwonnen. En dan hoeft de dood ook geen angst meer aan te jagen. Omdat alles voldaan is. Heren, wij bidden of we daar iets van mogen beseffen en beleven. Als we om ons heen zien, dan moeten wij zeggen, de dood is vreselijk, is verschrikkelijk. En ook in deze gemeente weten ze dat. Heren, wij leggen ook dat voor uw aangezicht neer. Zoals de vrouwen weenden en huilden bij het graf, zo wordt er op deze wereld en ook hier in Veenendaal gehuild. Bij graven, bij het graf van geliefden, bij het graf van vervlogen dromen, een ingezonken hoop, gestorven verwachting, geen hoop meer, verdriet en rouw en moeite. Heer, het kan ons zo benauwen en verdriet doen, maar u bent de levende. U bent de levende en u geeft het leven. En we bidden, Heere, of we dat mogen zien, of we daarop mogen hopen. Ook als het gaat om die andere dood, die zal dan geen angst meer aan kunnen jagen, maar de dood is nog steeds om ons heen. En er zijn er in deze wereld die geestelijk dood zijn. Dood voor u, ongevoelig voor uw liefde, ongevoelig voor de zonde, ongevoelig voor uw heiligheid en recht. We bidden, Heere, of die dood ons schrik mag aanjagen en of we door die schrik ook tot u gedreven mogen worden. U bent het leven. En alleen als we in u geborgen zijn, Heere Jezus Christus, dan geldt het dat de dood ook voor ons personen overwonnen is. Dat het leven is aangebroken. Want u zegt het zelf, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Zal leven. Eeuwig. Heren, we bidden van u of u dat wil geven. Dat geloof in u. Wilt u ons verlossen van alles wat we kwijt moeten. Ook als dat pijn doet. Ook als dat zeer doet. En zwaar is. Geef, Heere, dat we met alles achter u aan mogen komen
op u mogen zien, het van u mogen verwachten en dat we deze dienst ook onderwezen mogen worden vanuit uw woord. Wat betekent dat? De kracht van uw opstaan. Heere, geef dat we er niet alleen veel over mogen horen en over mogen leren. Hoe werkt dat? Wat is dat? Maar ook dat we het persoonlijk mogen kennen. Dat die kracht van uw opstanding, Heere Jezus Christus, in het hart van jongeren, van kinderen, van ouderen, bevonden mag worden. En dat we er zelf van verzekerd worden. Dat het zo is, als het zo is. En als we het missen, o Heere, wilt u spreken. Opdat doden horen mogen de stem van u. Opdat zij die ze gehoord hebben, zullen leven. Zo dragen wij de gemeente aan u op, Heere. Gedenk de kerkraad, de broeders, diakenen en ouderlingen. Onze broeder, dominee Van der Ree en zijn gezin. Zegen hen in deze tijd, hier in deze gemeente, dit deel van uw wijngaard. Geef vrucht, u ter eer. Maar geef ook moed en liefde en ootmoed en wijsheid om deze gemeente te bearbeiden. We leggen, Heere, de vacature aan u voor. Het tweetal, de stemming van deze week. Heere, de stemmen zijn bij u al geteld, want uw raad zal bestaan. U zult al uw welbehagen doen. Wilt u dan ook hierin leiden en zorgen en denken aan deze gemeente in uw gunst? Ja, Heere, we dragen ons kerkverband aan u op. Wilt u wonen en werken onder ons en bewaar ons bij uw woord en bij de belijdenis. Geef wijsheid. Wees een Apeldoorn, Heere, met uw geest. Aan allen die daar onderwijs ontvangen en onderwijs mogen geven. Aan allen die bij onze opleiding betrokken zijn. We bidden voor de kandidaten die in afwachting zijn van hun beroep. Heere, zegent u ze. Zegen gemeenten waar zorgen zijn. Gemeenten die kleiner worden. Heere, ontfermt u zich en wilt u doorgaan, ook onder ons. We dragen het werk van zending en evangelisatie aan u op. Het werk van hulpverlening, diaconale werk, ook als onze gaven mogen geven. Ook voor kerken Israël, we bidden voor uw volk. Heere, wilt u het werk onder Israël ook zegenen, opdat dat volk tot jaloersheid gewekt mag worden. Opdat dat volk mag zien wie ze doorstoken hebben, Heere Jezus Christus, en zich mogen wassen in de fontein die geopend is tegen de zonde, tegen de onreinheid. We bidden voor dat deel van de kerk dat vervolgd wordt. Woon en werk ook daar, Heere, en zegt u allen die zijn uitgezonden, om die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, uit te dragen, te verkondigen. Heere, ontfermt u zich over deze wereld, over onze overheid. Heere, geeft u wijsheid aan allen die over ons gesteld zijn. Wijsheid en ootmoed kon het zijn gebogen knieën voor de doorboorde voeten van u, de opgestane levensworst. Zegen die partijen die in diepe afhankelijkheid van u en biddend hun werk mogen doen, ook in de Tweede Kamer. Heere, zou u willen geven dat uw naam genoemd mag blijven worden, geëerd mag worden. En dat er zo nog zout mag zijn in deze samenleving, in ons land, dat het bederf weert en tegengaat. En mogen we daar zelf ook bij horen, Heere. Ontfermt u zich over onze minister-president. Geef hem alles wat nodig is. Ook na afgelopen week, wat er allemaal gebeurd is, Heere. Leid en wilt u doorhelpen. En uw genade geven, Heere, uw opstandingskracht. Breek toch door gesloten deuren. Breek toch dwars door de dood heen. Zou u die kracht ook willen gebruiken? Ook in Den Haag. Ja, overal op deze wereld. Opdat eens deze wereld vol zal zijn van uw kennis. Heere, u hebt het zelf beloofd. Ik maak alle dingen nieuw. Daar bent u mee begonnen, Heere Jezus Christus. En zeker ook op die eerste paasdag.
begon u daarmee en u zult uw werk voleindigen. Heere, mogen we zoveel verwachting hebben van u en door het geloof aan u verbonden zijn. Wilt u Satan van ons weren, breek zijn werk, zijn koninkrijk af, bouw uw koninkrijk en zie ons aan in hem, de zoon van uw liefde, met al onze zonden, onze schuld, ons ongeloof, met al onze wonden. Heere, reinig ons en wees ons genadig, dat bidden we om Christus wil. Amen. De psalm voor de preek is psalm 16, en daarvan vers 3, 4 en 6, een psalm waarin ook profetisch gezongen wordt over de opstanding, over het nieuwe leven bij de Heere. Psalm 16, vers 3, 4 en 6.
Het antwoord op de preek is Psalm 73, vers 13. 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Gemeente, betaald is betaald. Daar hebt u vast iets over kunnen horen met Goede Vrijdag. Christus heeft de rekening betaald van de zonde door zijn gehoorzaamheid en door zijn kruisdood. En met Pasen zei de Vader, de betaling is gelukt. De betaling is akkoord. Allen die in Christus geborgen zijn door het geloof, hoeven zelf niet meer te betalen. De verdiensten van Christus staan op je rekening. Op zijn kosten mag je zalig worden. En is daar dan alles mee gezegd? Oh nee, er is meer. Het is niet zo dat je er bent als je door genade de Here mag kennen. Het christenleven kent niet alleen het Christus voor mij, maar ook het Christus in mij. En ik in hem, hij in mij. Dat is een van de hele diepe dingen in het leven van een kind van de Here. Hij is één met zijn zaligmaker. Zoals het lichaam één is met het hoofd en de rank één is met de wijnstok. Zo is een christen één met de opgestane Christus. En die eenheid betekent ook dat de kracht van Christus werkt in de christen. Dat de opstandingskracht werkt in een christen. En daarmee is die opstanding voor elke dag van levensbelang. Wat houdt dat in? Wel, daar gaan we samen over nadenken. Leven uit de kracht van Christus opstanding, dat is het thema. En we schetsen een eerste context, opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding, waarom zegt Paulus dat? En vervolgens gaan we in op de opstandingskracht. Wat houdt dat nou in? En misschien als je zo aan het luisteren bent en je schrijft ook dingen mee, dat kan, hè. Onthoud dan eens, waar is Jezus' opstandingskracht nou allemaal voor nodig? Dus kun je zo een aantal dingen opschrijven, een aantal punten. Waar is de opstandingskracht nou allemaal voor nodig? Dus dat is een soort luistervraag. Gemeente, het zijn scherpe woorden die ineens vallen in deze vriendelijke brief van de kerk van Filippi. Let op de honden, zegt Paulus in vers 2. Let op de kwade arbeiders. Let op de versnijdenis. Het lijkt wel alsof Paulus aan het schelden is. En dat is ook zo. Paulus is als het ware aan het schelden. Hij noemt sommige mensen, sommige dominees, honden. Nou, dat is wat. Honden, dat is een woord wat de Joden in het Oude Testament gebruikten voor heidenen die niet besneden waren. En dan zeiden ze dat verachtelijk, honden. Over wie heeft Paulus het als hij dat zegt? En waarom gebruikt hij zulke taal? Heeft hij misschien te veel aan zijn hoofd? Dat kun je hebben, nietwaar? Als je veel aan je hoofd hebt, dan kan je soms dingen zeggen waarvan je later spijt hebt. Paulus is in de gevangenis beland. Dat zal niet meevallen. En toch maakt dat niet uit voor zijn brief. Hoewel Paulus gevangen zit in Rome, is die Filippenzenbrief een hele vriendelijke brief en blijkt uit zijn woorden helemaal niet dat hij het niet meer ziet zitten. De brief is doortinteld van de blijdschap in de Here. Daar roept Paulus ook toe op in vers 1. Het is niet zo dat Paulus scherp is omdat hij zelf
niet lekker in zijn vel zit. Paulus is zo scherp omdat het evangelie bedreigd wordt. En dat is tot oneer van de Here. Dat is ook gevaarlijk. Daardoor gaan mensen verloren. En daarom, let op de honden, mensen. De honden, dat zijn de Joodse, nota bene. Dat woord werd voor heidenen gebruikt. Het zijn de Joodse dwaalleraars die het evangelie wilden verdraaien. En ze preken ongeveer als volgt, ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Gemeente, als u zich niet laat besnijden, kunnen uw zonden niet vergeven worden. De Heer Jezus moet je zonden vergeven. En dat wil hij ook. Maar je moet je laten besnijden. En je moet dit en je moet dat. Ze wijzen de gemeente op al die dingen die Paulus met zijn farizeese achtergrond juist terzijde heeft mogen zetten. Hij is ervan verlost. Hij schrijft dat ook in dat hoofdstuk. Let op de honden. En Paulus gebruikt die scherpe woorden niet omdat hij een hekel heeft aan die mensen. Oh nee, hun boodschap doet hem pijn. Hun preken, waarin zij niet wijzen op Christus alleen en op Christus helemaal. Daar heeft hij het moeilijk mee. En weet je waarom dat ook zo moeilijk is voor hem? Waarom die preken zeer doen? Ze komen heel dichtbij. Eens spreekte hij zelf ook zo. Die dwaalleer, die is voor Paulus een spiegel waarin hij zijn eigen leven terugziet. Ook hij dacht dat het eerst wel goed zou komen als hij netjes leefde en als hij ijverig was. Eerst was hij ook zo hard aan het werk. En vertelt dat eerlijk aan de Filippenzen. Een man vol van ijver. En hij zet in vers 5 en 6 de zaken nog eens op een rijtje. Was besneden, Israëliet uit die belangrijke stam van Benjamin. Een zoon van Abraham, de Hebreer. Maar toen de Heer Jezus in zijn leven kwam, toen hij op weg was naar Damascus, toen zag hij in dat hij met al die dingen niet rechtvaardig voor God kon zijn. Dat hij zelf niets had om te betalen. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Vuilnis, zegt hij. En nu kent hij Christus. Christus die zijn rekening betaald heeft. Christus die voor hem in het gericht is gegaan. En dat is zo rijk om hem te mogen kennen. Om af te mogen zien van jezelf. Af te mogen zien van alles waarmee jij denkt voor God te kunnen bestaan. En om alleen de Heer Jezus over te houden. Om alleen het evangelie over te houden. De vaste rots van het behoud. En sinds Paulus Christus kent, staat dit centraal in zijn leven. Hem nog meer kennen. Hem nog meer kennen. Opdat ik hem mag kennen, zo zegt hij in vers 10. Opdat ik hem mag kennen zoals een man en een vrouw elkaar kennen. Ze hebben elkaar ontmoet. Ze zijn met elkaar getrouwd. Maar ze gaan elkaar, als het goed is, steeds meer en meer beter en beter leren kennen. Je kent elkaar nog niet zo op de dag van je trouwen. Oh nee. Meer en meer kennen. Door met elkaar op te trekken. Jaar na jaar als God het geeft. En zo is dat ook in de relatie met de Heer. Omdat ik hem mag kennen. Ken jij de Heer? Ken jij de Heer Jezus? Niet omdat je over hem gehoord hebt. Niet omdat je heel veel over hem weet. Maar omdat er een band gekomen is met hem. Een band. Vanmorgen hebben we gepreekt over de verschijning aan de 10 discipelen. Lucas 2 en 3 en 24. En dat de Heer Jezus zei, zie mijn handen. En zie mijn voeten. En dat je nou voor die doorboorde voeten door de knieën bent gegaan. En dat je een bedelaar werd. Heer, alles wat ik mis, dat hebt u. En met alles van mezelf, mijn eigen rechtvaardigheid, kan ik u niet onder ogen komen.
U alleen, uw werk en uw dood en uw opstanding, alleen vind ik het leven. Kennen, liefhebben, vertrouwen. Als dat zo is, dan kijkt die heilige God naar jou, naar jouw leven, dat van nature zondig is. Hij kijkt naar jou door Christus heen. En dan ziet hij jou volmaakt. Dan is je toekomst zeker. Maar als je de Heer Jezus zo mag kennen, dan betekent dat niet dat het klaar is, dat je er dan bent. Stilstand is achteruitgang. Water dat stilstaat, wordt groen. Komt allig in, gaat stinken. Zo is het ook met het geloof. Geloof dat stilstaat. Trouwens, echte liefde verlangt er toch naar om te kennen. Meer en meer. Liefde, dat verlangt, wil steeds naar die ander toe. Zo is het toch als je van iemand houdt. Wel, zo is het ook met het leven van het geloof. De liefde dringt. En wat hebben we dan steeds weer nodig? Dat de liefde van Christus uitgestald wordt. Opdat onze wederliefde weer opgewekt wordt. Want die zit ook niet in ons zak. In onze zak. En zo wordt het geloof gekenmerkt. Het kennen van de Heer Jezus. Door zien op Hem. Door hongeren, dorsten, verlangen. Aan Hem heb ik genoeg en van Hem krijg ik nooit genoeg. En van mijzelf heb ik elke dag, ja, ook genoeg. Ik heb er genoeg van. In die zin dat ik zo tegen mezelf aanloop. En tegelijk, als ik eerlijk ben, mijn gebruik maken van Christus, dat blijft ook zo onder de maat, nietwaar? Ik heb zo vaak last van het weinig verlangen naar Hem. Dan verlang ik naar zoveel, behalve naar mijn meest. Terwijl in Hem alles te vinden is wat ik nodig heb. Wat ik zoek. En zoek je rijkdom. Wie is er arm geworden? Zo arm geworden om ons rijk te maken. Zoek je zekerheid. Wie biedt er meer zekerheid dan de Heiland die dood geweest en is en die leeft in alle eeuwigheid? Zoek je blijdschap. Waarin vind je die meer dan in de Heer Jezus? Zoek je rust. Zou je die ergens anders zoeken dan bij Hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Jezus is de bron van vreugde. Het hoogste goed. O, dat ik Hem mag kennen. Opdat ik Hem kennen. Dat is een aangevochten verlangen. En toch, al kan een gelovige op dwaalwegen terechtkomen, ook op die eerste paasdag zie je de mensen dwalen, zie je de discipelen dwalen. Waar komen ze nou altijd weer uit? Waar komen ze nou altijd weer terecht? Aan de voeten van die opzoekende Heere Jezus Christus. Ga maar naar je eigen leven. Of je dat herkent. Nou, daar gaat het over in dat eerste deel van vers 10. Hè? Opdat ik Hem mag kennen, Zijn persoon, Zijn werk. Hij moet heel mijn leven beheersen. Paulus kent de Heer. Door en dankzij de opstandingskracht van Christus. En hoe kan hij de Heer nou meer en meer leren kennen? Ook door die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Die opstandingskracht, opdat ik Hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, dat doortrekt heel zijn leven. En laten we daar eens naar kijken. Ja, dus nu zijn we bij het tweede punt gekomen, we hebben eerst de context geschilderd. Paulus heeft Christus leren kennen dankzij de opstandingskracht. En dat geldt voor iedereen die de Heer Jezus leert kennen. Die bekeerd wordt. Die tot geloof komt, die wedergeboren wordt. Dat is dankzij opstandingskracht. In Colossenzen 3 vers 1 noemt Paulus het tot geloof komen, met Christus opgewekt worden. En die taal vind je ook in Romeinen 6, we hebben dat gelezen. 1 Petrus 1, daar schrijft de apostel dat zijn lezers zijn wedergeboren
tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus. En hoe gebeurt dat? Hoe word je wedergeboren? Ja, door het zaad van de wedergeboorte, door het woord van God. 1 Petrus 1, vers 23. Wedergeboren door de opstandingskracht van de Heer Jezus en door het woord van God. Dat betekent dus dat het woord van God onder stroom staat, als het ware. Dat het woord van God geladen is met opstandingskracht. Het is de kracht van God tot zaligheid, tot behoud. De Heer Jezus zegt dat ook in Johannes 5. Doden zullen horen, en dan gaat het over het woord, de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Nou, zo gebeurde het toen Paulus op weg was naar Damascus. Toen verscheen de opgestane Heer Jezus Christus. Toen klonk daar zijn woord: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En door dat woord werd Paulus tot leven geroepen. Dat woord was geladen met opstandingskracht. En waar gebeurt dat nou vandaag? Nou, in de kerk. Thuis, als je meeluistert en meekijkt, of als je je Lucaskastje hebt aangezet. In het woord wat je hoort en leest, zit opstandingskracht. Een kracht die een dode levend kan maken. Heb je nou met die dat besef wel eens in je Bijbel gelezen? En heb je wel eens met dat besef geluisterd naar een preek? Stel je voor dat er iemand overleden is. Dat is aangrijpend en ook een confronterend voorbeeld. U weet dat nog beter dan ik. Misschien hebt u het meegemaakt dat hier uw geliefde stond voor in de kerk of in een of ander rouwcentrum. Je geliefde, je moeder, je oma, opa of je man of vrouw, ja, of je kind. Je kind. En stel je nou voor dat God met zo'n kracht zou werken, dat die gestorvene weer levend zou worden. Opa, in de naam van Jezus, sta op. Stel je voor dat dat kan. Wat voor kracht is daarvoor nodig? Buitengewone kracht. Daar is opstandingskracht voor nodig. En weet je, diezelfde opstandingskracht, die is hier aanwezig. Als het woord klinkt, het woord van God heeft opstandingskracht. Dat is een kracht die sterker is dan alle machines, dan al het water, dan alle winden, dan alle aardbevingen. Het is diezelfde kracht die Jezus gebruikte om het dochtertje van Jairus op te wekken, om Lazarus op te wekken, om zelf op te staan uit de dood. Kracht, zo sterk. En die kracht werkt in het woord. En met het woord, thuis, hier, als je je Bijbel leest, er is opstandingskracht om jou te redden, om jouw leven te maken. En ook om het ingezonken geloof weer te laten opbloeien. Om de harten die kil en koud zijn weer te laten branden, zoals de harten van de Emmausgangers. Het scheppende woord van God is daarvoor nodig. Van die God die spreekt en het is er, gebiedt en het staat er. En als hij spreekt, dan moet de dood wijken. Dan wordt het hart verbroken. Dan gelooft het geloof. Opstandingskracht. Dat hebben wij nodig, gemeente.
Dat hebben wij echt nodig. Weet je wat dat betekent? Hoe erg de zonde is. Hoe erg het met ons is van nature. Als we zonder God leven. De Bijbel noemt dat dood. Dood. En niet een beetje anders dood dan wanneer er iemand overleden is. Net zo aangrijpend, wel anders, maar net zo aangrijpend. Nog aangrijpender ten diepste. Dood, terwijl je netjes zit te luisteren. Begin van de eeuwige dood. Je bent door niets, je bent door niemand te bewegen om Christus lief te hebben, om de zonde te haten. Door niets en niemand tot het leven te roepen, dan alleen door de opgestane levensvorst. Dan alleen door de opstandingskracht van het woord. De dynamis, zo staat er in het Grieks. Wij kennen daar het woord dynamiet van. Nou, met dynamiet kun je een flatgebouw slopen, kun je een bank overvallen, kun je een berg kapot krijgen. Dynamiet is heel krachtig en tegelijk moeten we zeggen, ja, dynamiet, sorry, maar dat is lucht. Lucht vergeleken bij de kracht van Christus' opstanding, die werkt in de prediking. En laten we dan beseffen, gemeente, hoe rijk het is. Hoe rijk het is dat wij het woord van God hebben. Hoe rijk het is dat er gepreekt mag worden, dat er verkondigd mag worden, elke zondag. Laten we bidden om de vonk van het geloof, een ontvankelijk hart. Heere, heel mijn hart staat niet voor u open, maar u kunt door gesloten deuren heen breken. Zodat de grootste zondaar in Veenendaal door de knieën gaat, geveld wordt en Christus lief krijgt. De hardste, de meest onverschillige, de meest trots. Heere, doe zo ook aan mij. Opstandingskracht. Die kracht werkt niet alleen in de prediking en niet alleen in het woord, maar ook in de gelovigen. Diezelfde kracht. Dan gaat het om de heiliging. Net ging het om de levendmaking. Met Pasen staat ook de rechtvaardiging centraal. Niet waar, doordat de betaling van Christus die aanvaard is, ook dankzij Pasen de opstanding uitgedeeld kan worden. We laten dat rusten. We gaan nu naar het belang van de opstandingskracht voor de heiliging, het leven met de Here. Want in Gods kinderen woont opstandingskracht. Opstandingskracht die tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de wereld ingaat. Hoe kan dat? Nou, door de eenheid met Christus. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. En hij is het hoofd en zijn kinderen vormen het lichaam, de zijnen. En alles van Christus is ook van hen. Oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. In Christus. Nieuw. En de band met de Heer Jezus Christus van de gelovigen is ontzettend hecht. Onverbrekelijk. Ze zijn in hem meer dan overwinnaars. Levend gemaakt, één met hem. Overwinnaar over zonde, dood en duivel. En tegelijk, zo leert het Nieuwe Testament ons ook, moet ik nog wel strijden tegen de zonde. Strijden tegen de zonde door de kracht van Christus' opstanding. En nee, dan is het niet zo dat als je daarnaar kijkt, naar zo'n kind van God, naar zo'n christen, dat je zegt van zo, die behaalt eventjes grote overwinningen. Ja, die behaalt hij wel. Maar niet dat je dat zo eventjes met het blote oog kan zien. Op een andere manier dan dat je je kan voorstellen. Ons kinderen die gaan niet door het leven als opvallende heiligen. Die geen last meer hebben van de zonde, van het lijden. En toch zijn ze met Christus opgewekt tot een nieuw leven.
Wat dat er gaat, is het leven van een christen een paradox, een tegenstelling. Enerzijds kan Paulus jubelen over Christus. Wie in hem is, is nieuw. En anderzijds weet hij van de zonde die hem gevangen neemt, die als een schurk is, die steeds weer tegenwerkt en dwars zit, die hem de baas is. Denk aan Romeinen 7. En dan kun je zeggen, ja, is dat nou het leven van een christen? Die deel heeft aan de overwinning van Christus en wie de opstandingskracht van Christus werkt. Jazeker. Maar waaruit blijkt dat dan? Waaruit blijkt dat dan? Dat de opstandingskracht van Christus in zo iemand werkt. Die kracht die doden levend maakt. Nou, dat blijkt allereerst hieruit dat een christen zich bewust is van de macht van zonde, van ziekte, van dood en duivel. Dat is een grote verschil met iemand die de Heer Jezus nog niet kent. Die nog geestelijk dood is. Die denkt dat hij leeft. Die heeft geen last van de macht van die oude mens. Ja, de buitenkant zonde die zijn goede naam aantast en daar heeft hij last van. Dat is lastig, buitenkant dingen. Maar die binnenkant zonde die niemand ziet dan jij alleen. Als God je levend maakt, dan krijg je daar een antenne voor. Dan krijg je daar verdriet over. Dat er dingen zijn die anderen niet zien en niet weten, maar jij wel. Je gaat te veel op in je werk. En je denkt te veel aan dingen die verkeerd zijn. Maar hoe intenser de relatie met de Heere Jezus, opdat ik hem mag kennen, hoe gevoeliger een christen is voor dat oude. Iemand die leeft, voelt pijn. Iemand die leeft, kent verdriet. Iemand die leeft, kent verlangen. En dat heeft te maken met opstandingskracht. Het behalen van die overwinningen in het geloof zie je niet alleen aan het bewustzijn van de macht van de zonde, van de oude mens. Maar die overwinningen die blijken ook hieruit dat een christen niet altijd wordt meegevoerd met de stroom van die oude mens. En kan die roeier die heerlijk aan het roeien is, het is mooi weer en nou, ga je lekker roeien op de Rijn bijvoorbeeld. Lekker varen, maar dat stroomt ontzettend hard. En die roeier die moet tegen de stroom in. Het gaat echt maar heel langzaam vooruit. En als je er van de zijkant toe kijkt en dan zeg je, nou, die schiet ook niet op. Die gaat helemaal niet hard. Maar als je nou weet hoe sterk die stroom is, hoe sterk die tegenkracht is, ja, dan zie je dat langzame vorderen als grote overwinningen. Ik ken iemand die een zwembadje heeft in zijn huis. Nou ja, een zwembadje. Een zwembad van een meter of 10. Of 7, ik heb het niet precies opgemeten. En die heeft een soort stroom in dat zwembad. En die kun je dan aanzetten. En dan kun je vervolgens wel een uur lang in dat zwembadje gaan zwemmen. Tegen de stroom in. Komt hij vooruit? Helemaal niet. Gebruik die kracht nou en of. Als je geen kracht gebruikt, dan word je zo naar de kant geduwd. Nou, zo kan het dus zijn in het leven van een christen. Die tegenkrachten denken niet gering over. Die zijn ontzettend sterk. En daarom ga je niet zo hard vooruit. En zeker als je aan de kant staat te kijken en je hebt er geen verstand van, dan zeg je, nou, nee, stelt niet zoveel voor. Maar gemeente, het kleinste nee tegen de zonde, het kleinste nee tegen verleiding, dat is een bewijs van de kracht van Christus' opstanding in je leven. Als je als jongen een vrouw ziet, of als man, en je staat ernaar, en je zegt, oh wacht, niet aan denken, niet aan kijken, de andere kant op kijken. Vergeef me, Heere, bewaar me. Dat ziet niemand aan de buitenkant. Maar het is dankzij opstandingskracht. En zo is het mogelijk om nee te zeggen tegen elke zonde.
Mogelijk om voor de dag te komen met je zwakheden, om hulp te vragen. Ik red het niet met het moeilijke wat er is in mijn leven. Ik kom er niet van los, van die verslavende macht. Daar is opstandingskracht voor nodig. Om te zeggen tegen iemand, wil je me helpen? Om door de knieën te gaan. Opstandingskracht is er voor nodig om niet uit de hoogte daarop neer te zien. Om je trots te breken. Je hoogmoed. Dat kan dynamiet echt niet. De trots van iemand breken. Maar de opstandingskracht van Christus kan dat wel. Omdat ik hem mag kennen. En dan word ik zelf klein. Dan leer ik mezelf wegcijferen. Ja. Je moet inderdaad nederig van hart zijn. Om de grote overwinningen van de opstanding van de Heere Jezus in al die dingen op te merken. Om niet in trots van de zijlijn naar anderen te staren en je hoofd te schudden. Bent u dat, nederig? Opstandingskracht. Om gevoelig te worden voor de zonde dus, zeiden we. Om te strijden tegen de zonde. Maar ook om in het lijden op de Heere te blijven zien. Op de Heere te blijven hopen. Paulus heeft het in vers 10 verder over de gemeenschap aan het lijden van Christus. Daar zit iets in van het gestorven zijn met hem. Toen Christus stierf, stierf ik. Als lichaam verbonden aan het hoofd. Toen hij opstond, stond ik op. Maar lijden omwille van Christus, dat betekent ook, ja, kruis dragen. Dat betekent ook moeite en zorg ondervinden. Opdat die kracht van Christus in mij openbaar wordt. En ik genoeg heb van zijn genade. Opdat ik in het lijden toch kan zeggen, het is wel. It is well with my soul. Misschien kent u dat lied wel. Het is ook in het Nederlands vertaald, een beetje anders. Het zij vreugde mij deel is of smart mij beschrik. Het is mijn goed wat mijn God mij beschikt. Het is gedicht door Horatio Spafford. Een man die het gemaakt had in het leven. Amerika. Vastgoedeigenaar. Maar op het hoogtepunt van zijn successen verloor hij zijn zoontje van 4. En verloor hij heel veel bezittingen door een grote brand in Chicago. En later verloor hij 4 dochters. Die op weg waren naar Engeland. Het schip waarmee ze naar Engeland voeren kreeg een aanvaring en dat zonk. En die Horatio Spafford, die ging zijn vrouw achterna, die inmiddels in Engeland was aangekomen. En toen hij op de plaats was van het ongeluk waar zijn 4 dochters verdronken, toen werd hij naar de hut van de kapitein geroepen. En toen zei die man dat. We zijn nu op de plek van de aanvaring. Waar uw 4 dochters zijn verdronken. En wat deed die man? Die Horatio Spafford. Hij ging naar zijn hut. Hij sloeg zijn Bijbel open. En hij las de geschiedenis van Elisa en de Sunamitische vrouw. Geazi werd erop uitgestuurd om te vragen, is het wel met de jongen? En toen zei ze, het is wel. 2 Koningen 4. En naar aanleiding van die woorden, het is wel, dichtte die man dat lied. Het wordt vandaag de dag gezongen door Jan en alle man. Het is wereldberoemd. It is well with my soul. Het is ook een heel mooi lied. Echt troostlied voor alle mensen die te maken hebben met allerlei ramp en leed. Waarom is het nou goed met je ziel? Nou, zingt Spafford. En in het Engels is dat nog veel rijker en mooier dan in de Nederlandse vertaling. Christus heeft zijn bloed voor me gestort. Christus heeft mijn zonde genageld aan zijn kruis. Ik draag de zonde niet meer. En daarom bij nacht en ontij. Het is wel met mijn ziel. Dit is mijn troost in mijn ellende. Als mij alles ontnomen wordt. Kinderen sterven. Als Satan met tarten op me inbeukt. Mijn zonden zijn vergeven. En ik ben van Christus. En daarom, het is wel
En hoe kon die man dat lied nou dichten? En hoe kun je dat lied nou meezingen? Dat is dankzij de opstandingskracht van Christus. Daardoor blijven onze harten in de grootste smarten in de Heere gerust. Grote overwinningen dankzij de opstandingskracht. Als je in het lijden aan Christus genoeg hebt en je Golgoed als kruis mag vastklemmen. De christen behaalt grote overwinningen dankzij die opstandingskracht. En hij leidt aan de zonde, hij strijdt tegen de zonde, hij gaat tegen de stroom in, hij hoopt in het lijden op God. En we moeten daarbij ook zeggen dat de relatie met de Heere Jezus, met de opgestane Heere Jezus Christus, en dat het aanwezig zijn van die opstandingskracht in hem, ook een zaak is van geloof. Van geloof. Niet altijd van beleving. Een geloof is een bewijs van de zaken die je niet ziet. Denk aan Thomas, die niet gelooft. Als hij het zelf niet zou zien, dan zoekt de Heer Jezus hem op. Vooruit aan Thomas, hier ben ik, kijk maar goed. Maar weet je, zalig ben je als je niet zult gezien hebben en toch zult hebben geloofd. Toch zult hebben geloofd. De overwinning van Christus. Met hem gekruisigd zijn. Met hem opgewekt zijn. Dat is een zaak van het geloof. Je ziet het niet. Je ervaart het niet altijd. Maar het is waar. Niet zichtbaar voor het blote oog. Maar het geloof ziet het. Het geloof ziet het. Dat de schapen delen in de overwinning van de herder. In Christus zijn ze meer dan overwinnaars. In hem. Ook als ze elke dag nederlagen lijden. Ook als ze elke dag struikelen. Ook als ze elke dag moeten lijden. En elke dag het bloed ter verzoening weer nodig hebben. Elke dag weer moeten gaan naar de fontein die geopend is tegen de zonde. Tegen de onreinheid. Luther zegt ergens: wanneer ik uw angsten en bedreigingen, o wet, gevoel, dan doop ik mijn geweten in de wonden, het bloed, de dood, de opstanding en de overwinning van Christus. Buiten hem wil ik totaal niet zien en horen. Dat is de taal van Paulus, opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. Als Christus ons heil is, dan kan het niet meer stuk. En dat is niet afhankelijk van de situatie of van mijn gevoel. Alleen de relatie met hem die telt. Houd het daarvoor, zegt Paulus in Romeinen 6. Reken uzelf als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. En daarbij verlangt het geloof ook naar de tijd dat de zonde geen koning meer is. De dood is ontroond, ja, dat is waar. Maar daarbij zie ik uit, en dat werkt dat geloof ook naar de dag dat de heerlijkheid van Christus ten volle openbaar zal komen. Dat hij zich openbaart aan zijn volk. Ik ben het zelf. Het doet me rijkhalsend uitzien. Naar het moment dat de zonde, de dood, de duivel voorgoed van het toneel verdwenen is. Dan, bij de opstanding van de doden. Vers 11 wijst erop. De opstanding van de doden, Filippenzen 3 vers 11. In vers 20 zegt Paulus: maar onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam. Het beste komt nog. U kent dat verhaal misschien wel. Misschien zijn er wel meerdere verhalen in de omloop van die buschauffeur die tegen dat oude vrouwtje zei: van mevrouw, u hebt de beste tijd gehad. Waarop die vrouw zei: nee, chauffeur, het beste komt nog. Hoe kan ze dat zeggen? Hoe kun jij dat zeggen?
door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Daardoor mijn verlangen, met alles wat je hier op aarde kan krijgen, met alles wat hier op aarde trekt, daardoor ga je verlangen naar die grote toekomst. Het leven is voor mij Christus. En ook, al is dat wellicht soms, het sterven is voor mij winst. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenhoud. Ken je dat verlangen? Als je leeft, levend gemaakt bent door de opstandingskracht van de Heer Jezus, dan zijn die momenten er toch. Dan is dat er toch bij tijden. Als je dood bent, kan je dat niet. Maar dan heb je geen toekomst. Na dit korte leven, dat maar zo is, wacht je de eeuwige dood. Maar als je hem mag kennen, iets van dat aanbidden van die vrouwen, iets van wat die discipelen meemaakten op die eerste paasdagmorgen. Alles vergeten, behalve hem. U weet dat ik u lief heb. Bij rijk, dan heb je toekomst, eeuwige toekomst, uitzicht, leven met de Heere, nu nog gebrekkig, maar na dit korte leven, in eeuwigheid volmaakt, dankzij de opstandingskracht van de Heere Jezus. Daarom, gemeente, ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Mag dat het antwoord zijn, Heere, van ons hart. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij niets op de aarde. Dat kan alleen dankzij de opstandingskracht. En als dat nou het verlangen is van ons hart, wat is het dan groot als we het in ons leven mogen merken? Die kracht werkt ook in ons. Niet dat we daar genoeg aan hebben, Heere. U bent voor ons genoeg. Opdat ik hem mag kennen. Jezus Christus. De gekruisigde. Die is opgestaan. Heere,
Geef het dan dat we zo als gemeente allerlei vertroosting mogen vinden in uw wonden. Uw wonden die u meenam door de dood heen. En u naar de hemel ging. En u zit aan de rechterhand van uw Vader. Heren, zegen ons, zegen uw woord. Dat u met ons zijn als we van hier gaan. Breng ons andermaal ook weer bijeen in uw huis hier. En mogen we het maar onthouden, heren, dat hier de kracht van uw opstanding werkt. Mogen we dan grote dingen verwachten voor onszelf en voor onze kinderen, voor ons nageslacht, wanneer we dat mogen hebben. Gaat u mee, heren, de week in. Nogmaals bidden we u voor hen die in rouw gedompeld zijn, daar waar verdriet is. Heren, wilt u troosten met uzelf. En wilt u dat lied maar op de lippen leggen en in het hart. Het is wel, al begrijpt onze ziel u niet. Heren, doe verzoening over onze zonden. En hoor ons gebed uit genade om Christus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 17, vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor en maak uw weldaan wonderbaar. Psalm 17, vers 3 en 4.
ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Langs de Via Dolorosa, Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat. Daar struisterden ze hem na, de man die sterven moest op Golgotha. Langs de Via Dolorosa, Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de stieren van zijn deug. Uit de kroon van doornen, om zijn hoofd gekleed. En droeg met elke stap, de hoofd van hem die schreeuwde, kruisig heen. Langs de Via Dolorosa, heel die lange Christus, onze koning, als een lam. Omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg.